Ik wil je graag uitleggen aan de hand van deze visual hoe dat nou zit met langdurige stress en overgewicht. Ja. Via je brein krijg je allerlei prikkels binnen. Via je zintuigen komt het binnen in je brein. Moet dat verwerkt worden door je brein? Is dit veilig, is dit onveilig? Maar heb je nou veel stress, dan sta je heel vaak op onveilig. Gaat je stressmechanisme aan. En daardoor gaat je ademhaling wat omhoog. En je hartslag zal dan volgen. En als dat zo is, geeft je hart aan je brein het sein om cortisol aan te maken. En dan zit je in deze cirkel. En daar kun je dus uitkomen door die hartcoherentieoefening. Dus dan adem je met hartfocus, waarmee je je ademhaling vertraagt. En dan gaat je hartritme volgen, dus die vertraagt ook. En dan geef je dus je hormonen de kans om in balans te komen met elkaar. En dan maak je ook cortisol aan, maar dat is nodig. Maar je maakt ook dat gelukshormoon aan. En dan voel je jezelf dus ook letterlijk in balans.